snel op weg dan maar. En eens kijken of onze keurmeester hier ook welkom is. Hallo. Hi. Antje. Hi. Rob van het programma Smaakpolitie. Hallo. Zouden we een kijkje nemen in de keuken? Hij komt bij jou in de keuken. Ja, dat is duidelijk. Dat is wel erg enthousiast, ja. De witte jas gaat aan en dan is Rob klaar voor zijn inspectie. Alles goed? Met dit gezicht, hi. Rob van het programma Smaakpolitie. Onze keurmeester begint met het wassen van zijn handen. En dat gaat van een leien dakje. Als de handen droog zijn, kan hij beginnen. Ja, dan kijk je omhoog. Ja, dan zie je eigenlijk gewoon ja, je eigen haargrens gewoon in de asfaltinsulatie. En denk, hey. Niks ziet netjes uit? Ja. Hoe vaak mag je schoon? Drie keer in de week. Oké, okay, top. Daar zeg ik op zelf één keer in de week en Roos gaat drie keer in de week hebben ze. Dat is toch super. Als je zo met je keuken bezig bent, daar wordt iedereen vrolijk van. En ik zeker. Wat vind je van de regels waar je aan moet houden tegenwoordig? Makkelijk. Makkelijk? Ja. Nou, ik heb veel antwoorden gehoord, maar makkelijk. Stond hij op mijn lijstje en denk nou, hij is wel heel erg zeker van zijn zaak. Je weet het eten. Ja. En je behandelt gewoon je keuken zoals je eet ook behandelt, lijkt mij. Ja. Het moet gewoon schoon zijn. Ja. Zo'n antwoord hoort Rob natuurlijk graag. Dan vraagt hij naar de registratielijsten. En die zijn keurig bijgewerkt. De laatste die ingevuld hebt, welke is dat? De laatste, Oh, dit is van de... Oh, nee. Dit is van de 39ste. Oké, okay, ja, top. Ja, ja, ja. En onze keurmeester wordt pas echt vrolijk als hij de koelkast opentrekt. Er wordt gecodeerd en dat niet alleen. Jullie vacuumeren zelf of komt er vacuum mee binnen? Dat komt er vacuum mee binnen. Maar okay. We hebben daar ook een vacuumeerapparaat staan. Dat scheelt ook wel hier in de auto staan. Ja, ja, dat is top, ja. Inderdaad, en dat is niet het enige dat top is in deze keuken. De brandveiligheid krijgt een dikke voldoende. En ook de apparaten zien er brandschoon uit. Hey, frituurtje? Ja. Er zat eentje aan, die andere, ze moeten allebei vandaag. Ja, mooi helder. Dus gaan vandaag allebei nog goed erin. Ja. Rob is zo langzamerhand sprakeloos van het enthousiasme en de kundigheid van de chef. Ja, dan sta je naast zo'n jongen en voel je echt de passie die hij uitstraalt, hè? Dat is eigenlijk één groot aura omheen, hè? Met passie en liefde voor het vak. Nee, ik hoor jongen, ik ben er vrolijk van. Dus. Hier is maar één conclusie mogelijk. Deze zaak krijgt het Smaakpolitie OK-keurmerk. Gefeliciteerd. Hey, ja, succes. Okay. We doen het dusdanig goed. Ik kijk vaak naar het programma ook. Dus ik had al verwacht dat we ook zo krijgen, die stukken. Dus ik ben er heel blij mee, heel trots op.